Er zijn drie soorten studenten. Gewone studenten, studenten die eigenlijk niemand kent en studenten die iedereen kent. En in die laatste groep zijn er weer drie soorten. Dat zijn die hele goede studenten die echt overal de beste punten voor halen. En het zijn die ontzettend belabberde studenten die er altijd maar de kantjes van aflopen. En de derde groep, dat is Joost. Joost is het soort student dat eigenlijk alleen maar buiten de lijntjes kleurt. Hij heeft bijvoorbeeld eens een keer een antwoord bij een tentamenvraag. Dat was een, laten we zeggen, een antwoord waar een mening in moest zitten. En daar had hij een mening over een theorie die echt recht inging tegen wat er in de lessen verteld was. En hij had die mening daar neergezet en daaronder, ja, het zal wel niet goed zijn, want het zal wel tegen jullie mening ingaan, maar ik vind dit nou eenmaal zo. Nou, en dat vind ik, omdat hij het goed onderbouwd had, heb ik hem daar gewoon voor die vraag een 10 gegeven. Ja, buiten de lijntjes kleuren, prima. Joost was niet de gemiddelde communicatiewetenschapsstudent. Joost liep er altijd netjes verzorgd bij. Dat zie je niet vaak bij communicatiewetenschappers. En Joost was lid van een dispuut. Ook niet iets wat de gemiddelde communicatiewetenschapper doet. En het grappige is dat hij met het dispuut eigenlijk hetzelfde omging als met zijn studie. Bij het dispuut kon hij af en toe een paar weken wegblijven, kwam hij niet op de verplichte avonden en dan kwam hij terug zonder enige excuses. Ja, hij mummelde wat over een meisje en dat was het dan wel weer. En eigenlijk bij de studie, ik heb hem begeleid bij het scriptieschrijven, was dat ook. Hij kwam af en toe en dan ook af en toe weer eens een maand niet. En toen na een heleboel maanden die scriptie eindelijk, nou ja, op bijna af was, kwamen we erachter bij het doorlezen dat er toch nog iets aan ontbrak. Een soort van inhoudsanalyse. Nou, dat was het. Dat ging er echt niet meer in. Het had al zo lang geduurd. Nou moest het afwezen. Nou, weet ik toch ook niet. Het heeft al en dit en dat komt op het laatst. Ik pakte zijn scriptie. Ik hield hem boven de vuilnisbak en liet hem vallen. Nou ja, dat was ook weer niet de bedoeling. Dus we zijn toch verder gegaan. De inhoudsanalyse is er gekomen. Het was een prima scriptie. Jazeker, heeft Joost me nog wat geleerd. Hè? Het idee dat niet alles binnen de lijntjes hoeft te blijven. Dat je af en toe gewoon ook iemand erbij moet hebben die zijn eigen gang gaat. En ik bedoel, het is verder helemaal goed gekomen met Joost. Hij heeft een prachtige baan. Hij is zelfs getrouwd en wat ik eigenlijk het mooiste vind, ik ben nog op zijn vrijgezellenavond uitgenodigd. Misschien als een spook uit het verleden, dat zou kunnen om te pesten, maar ik vond het wel een gezellige avond. Hoe zou ik Joost heel kort omschrijven? Joost is Joost. Dus, hoe gaat het met de goede voornemens? Kut. Jongens, hoe is het met de goede voornemens? Ja, goed. Fijn. Nou. Ik heb nog maar 1 op de 10 dagen goede beweging gepakt. En wat is je doel voor de komende 10 dagen? Vooral niet zwanger raken. Oh, dat vind ik echt een heel goed doel. Ik vind het gewoon heel erg dat ik jou net kipkool zag eten, dus als je wil, om te compenseren. Nou, om te compenseren ga ik die calorieën er nu afspringen met een achteruitsalto. Go! Yay! Yeah! Oeh, dat yeah! Is wel vet. Oké. En ik doe toch lekker mijn hangunia. Yeah. Vitamine C, yes. Ik zie jou hier met een hamburger staan en ik denk, hoe is het met de goede voornemens? Wil je niet wat extra slaap, je hamburger, om het te compenseren? Nou, je ziet er in één keer nog stukken beter uit. Ja. Je zag er al goed uit hoor, Dani van ja. Nou, hoe is het met de goede voornemens? Ik heb geen goede voornemens. Nee? Nee, dat doe je niet, niet veranderen. Dat is onzin. Hij had wel goede voornemens. Ja? Hij zou stoppen met roken. Oh. Nee, dat is... Maar ik dacht, ik kan jou helpen. Want ik heb nicotinepleisters. Heb je daar misschien interesse in? Nee. Jongens, hoe is het met de goede voornemens?
Ja, ligt eraan wat je voornemens zijn, hè. Wat zijn je voornemens? Nog meer drinken dan vorig jaar. Nou, dat gaat hartstikke goed. Toch of niet? Vet voornemens, wat één slokje in. Hou jij een nieuw biertje voor mij? Nee, ik heb niet zoveel geld. Ja, jammer dan. Oké, doei. Hoe gaat het met de goede voornemens? Ik heb die niet. Die heb jij niet? Maar als je dit niet ziet, denk je dan niet, oh, dit moet ik echt in mijn lichaam stoppen. Nou ja, dan ga ik andere mensen maar dit gunnen. Ik ben een dagboek bijgehouden en heb je dan dag 2 al opgegeven. Oké, dus het gaat niet echt goed. Ja, daarom wilde ik wat sla geven. Waarom sla? Ja, om problemen op te lossen en zo. Eet gewoon sla! Ik zou dan gewoon helemaal een karakter opzetten en dan gewoon echt doen alsof ik psycho ben. Beetje zo Brad Body Bitch Baby, maar dan de vrouwelijke versie. Fuck dilemma's op dinsdag. Dit is dilemma's op donderdag. Ik vind het een moeilijke. Ja, ik ook, maar... Altijd bij je ouders eten of altijd hetzelfde eten? Bij mijn ouders. Ja, ik ook met mijn ouders. Waarom bij je ouders? Ja, gezellig toch? Ja, lekkerder. Lekkerder dat ook waarschijnlijk. Nou. Iedere avond hetzelfde. Ja? Ja. Altijd bij mijn ouders. Ik ook, ja. Ga jij maar elke dag vertellen wat je hebt gedaan dan? Ik ben gewoon overschoten met groente en kip. Dat is altijd lekker. Altijd gevarieerd. Lekker, ja. Groente en alles. Woehoe! Liever chilipepers als tandpasta of schuurpapier als toiletpapier? Chilipepers als tandpasta, ik poets mijn tanden wel gewoon niet. En dan heb ik in ieder geval geen schuurpapier. Gewoon nooit meer tanden poetsen? Ik kan wel op andere manieren tanden poetsen, denk ik. Ik denk schuurpapier. Ja? Ja, want anders ruik ik de hele dag uit mijn mond. Jij hebt toch ook al kauwgom of zo? Oh, dan echt chilipepers als tandpasta. Ja, want ik kan best ik heb echt tere billetjes, dus dat ja, nee, dan dat zou ik dan liever willen, want anders gaat heel je anus kapot. Ja. Iedere keer als je niest, wissel je van geslacht of wissel je van leeftijd? Oh, dan wissel ik van geslacht. Ja, ik ook. Ik zou van leeftijd verwisselen. Geslacht. Ja. Geslacht? En waarom kies jij voor geslacht? Nee, ik wil toch wel nooit een jongen zijn, dus wat dat betreft. Leeftijd. Leeftijd. Ja. Dat is best wel gaaf. Ja. Geslacht. Sowieso, ik wil heel graag een keer een man zijn. Liever meedoen aan Temptation Island of aan Heel Holland Bakt? Heel Holland Bakt. Temptation Island. Zo. Bakken en zo, ik vind het echt leuk. Oké. Okay. Nou, ik wil gewoon niet meedoen aan Temptation. Temptation Island. Holland Bakt. Nee. Ja, ik ga echt niet. Nee, ik vind het zo eng. Oh, ik vind het. Ik zou ik kijk daarna voor leedvermaak, maar ik zou daar zelf echt niet tussen willen staan. Oh, jawel. Heel Holland Bakt. Ik zou wel meedoen aan Temptation Island. Oh, waarom kies je daarvoor dan? Ja, vind ik leuk. Een beetje chaos trappen daar. Zo, gratis alcohol, lekkere locatie. Lekkere mannen. Lekkere mannen. Gratis vakantie. Gratis vakantie. Ja. Ja, ik wil gewoon lekker bakken. Liever goede seks met iemand die onaantrekkelijk is. Of slechte seks met iemand die aantrekkelijk is. Jezus. Goede seks met een onaantrekkelijk iemand. Ja, definitely. Ogen dicht doen. Ja, ogen dicht. Is niet erg. Goede seks maakt iemand ook al aantrekkelijk. Goede seks maak je zelf, hè? Dat is ook waar. Dus gewoon met een aantrekkelijk iemand en dan zelf goed je best doen. Ja. Goed je best doen. Goed je best doen. Goed je best doen. Heel goed. Precies. Nou, top, dankjewel. Ja, jullie ook. Superleuk.